leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer een naked shop vlog voor jullie. Met een superleuke kortingscode. Oh, waarschijnlijk kun je het wel aan me horen, maar ik ben echt stront verkouden. Echt super irritant. Maar ik hoop dat het gewoon snel lekker voorbij gaat en weggaat. Maar vandaar deze stem. In deze video laat ik zien wat ik allemaal bij Naked heb besteld. Het is een heleboel. En jawel, jawel. Kleur. Wie had dat gedacht? Even wat meer kleur. Ik dacht, weet je, het is nu lente. Ik hoop dat jullie trouwens ook een fijn Pasen hebben gehad. Nu ik dit film is het eerste paasdag. Ik ga straks lekker brunchen. Voor we gaan beginnen met deze video wil ik je vragen om een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. Daar maak je me echt heel erg blij mee. En ik heb dus een hele leuke kortingscode voor jullie. Dus heb je al een tijdje dat ene item in je winkelmandje staan bij Naked? I got you. Met deze kortingscode krijg je namelijk mega veel korting bij Naked. Ik zal het ook nog even in de beschrijving zetten. En de items, of de linkjes naar alle items zet ik ook in de beschrijving neer. Maar vergeet deze kortingscode dus niet te gebruiken. Ik zou zeggen, veel plezier met shoppen. Laten we beginnen met het allereerste item. En ik ben echt verliefd op dit item. Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd heb ik dus echt een beetje wat met groen. Mintgroenig, blauw. Ik vind het helemaal leuk. En je ziet er natuurlijk nu ook heel erg veel voorbij komen in de lente en zo. Maar het is dit topje. Hoe leuk is dit topje? Het is een beetje see-through qua mouwen. Echt een ballonmouw. En er zit een soort van, ja, bloemenpatroontje in het wit doorheen. Ik vind dit zo'n leuk topje met een leuke spijkerbroek of juist een pantalon. En aan de achterkant is die gesmokt. Deze heb ik in een maatje 36. En die kost €34,95. Ik heb het allemaal aan. Ik vind de blouse, de top, echt prachtig. Ik moet er alleen een andere BH onder doen, want ik heb een wat hogere BH aan met kant. Maar als je er een andere BH onder doet, is dit toch echt helemaal prachtig. Die mouwen zo, see-through. Ja, ik vind deze top echt heel erg mooi. Ik ben echt verliefd op deze top. Het volgende item is dit badpak. En ik vind deze zo mooi. Ik hoop dat ik hem pas. Maar ja, echt mooie boobies eigenlijk. Ja, ik hoop dat het bij mij ook mooi staat. Geen idee. Ik heb niet zo heel veel boobies. Maar prachtige badpak. Heel erg mooi laag uitgesneden. En ik weet niet, ik zag deze op de site en ik dacht, oh, dit vind ik zo mooi. Ik vind het ook gewoon mooi om met een pantalon eronder te doen. En dat je dan een soort top hebt en dan lekker naar het strand gaat, hoedje op. En je bent helemaal ready to go. Ik zag het helemaal voor me. Deze heb ik in een maatje S. Er zitten geen vullingen in of pads. En verder qua achterkant. Ja, het is ook niet echt een string, maar ik denk dat hij gewoon eigenlijk gewoon perfect zit. Nou, en de top kun je dus zeg maar gewoon zo dragen, maar je kan hem ook zo draag. Ja, ik zal wel even een plaatje in beeld doen, want dit is heel moeilijk laten zien. De top. Ik kom zo niet uit mijn woorden vandaag. Ik bedoel badpak. €29,95. Dan heb ik echt een mega leuke set. En dit zie je nu zoveel voorbij komen. Echt bizar. In elk kleurtje, elk printje. De Primark zit er vol mee. Nou, ik was laatst shoppen in Zwolle. Die video's staat online of komt nog online? Als jullie dit zien, komt de video nog online. Dus een pashokje shoplog. Maar ik zag dit zoveel voorbij komen. En nu heb ik hem dus bij Naked besteld. Het is namelijk zo'n mintgroen broekje. Echt best wel een net broek. En daar hoort een blazer bij. Ik vind dit kleurtje gewoon echt prachtig. Het heeft ook schouderpatches. En ja, je moet het eigenlijk even aanzien. Maar ik zie dit zo helemaal voor me met als een setje zo. Misschien een wit shirtje eronder. De gimpen eronder. Ja, helemaal leuk. Deze heb ik allebei in een maatje 36. Even kijken. Het broekje is €34,95. En de blazer is €84,95. Heel erg benieuwd hoe dit aanstaat als set. Nou, ik heb nu alleen het broekje aan. Ik ga er zo de blazer bovenaan doen. Maar dit broekje zit echt heerlijk. Echt heel erg blij mee. Valt echt perfect. De achterkant is ook gewoon mooi qua lengte. Ik vind hem echt heel leuk. Dus het is ook gewoon leuk om gewoon zo te dragen. En dan met witte sneakertjes eronder of zo. Straks voor in de zomer. Maar ik ga nu de blazer er bovenaan doen. Want ik ben heel erg benieuwd dus hoe het als set staat. Want daarvoor heb ik het wel gekocht. Nou, op de site hadden ze hem zo aan dat hij dan dicht zat. Maar dat vind ik zelf echt niet mooi. Dus ik doe hem open. Maar wat mij dus opvalt is dat deze blazer getailleerd is. Zoals je kan zien. Dus hier zo loopt hij, nou ja, een beetje smal en dan loopt hij wijd uit. En dat vind ik eigenlijk echt niet zo mooi. Ik had verwacht dat het gewoon een blazer, een normale blazer was die wat oversized valt. Daar hou ik persoonlijk wat meer van. Dus dat vind ik echt heel erg jammer, want dan had ik hem heel erg leuk gevonden. Ik vind het nu op zich voor naar kantoor straks, als ik gewoon een wit shirt of een body erin doe. En dan kan dit wel, want dan is het wel gewoon, nou ja, netjes. Ik vind altijd als die hier wat invalt, vind ik het altijd heel snel netjes ogen. Maar gewoon alle dagen, zeg maar, had ik het leuker gevonden als die blazer echt wat wijder uitviel en niet zo ingevallen hier was. Het volgende item is een leren broek. Ik merkte gewoon dat ik echt een leren broek mis in mijn collectie. Dat heb ik gewoon nog niet. Wel een leren legging, maar dat draag ik niet gewoon met een blouse of zo. Dat draag ik meer onder een XXL sweater of zo. Maar deze broek zag ik en ik vond deze zo mooi. Voor leer is dit echt een heerlijk zacht stofje ook. En van binnen is die dus ook best wel zacht. Ik weet niet of je het kan zien, maar ja, echt een heel lekker stofje. Ik denk dat deze ook heel fijn is voor in de winter als het eigenlijk weer wat kouder is. Maar ja, gewoon echt een hele mooie leren broek is dit. Gaat dicht met zo'n schuifknoopje en dan heb je hier nog een rits. Dus ja, heel benieuwd wederom hoe deze aanstaat. Volgens mij valt deze niet heel erg hoog. Dus ik hoop dat ik dat fijn vind zitten. Ik heb namelijk vaak als ik broeken aan heb toch wel high-waisted broeken aan of mid-waisted. Maar we gaan het meemaken. Deze heb ik in een maatje 36 wederom. En die kost 49,95. Dan de broek. De broek zit echt heerlijk. Hij zit dus wel wat lager. Als in hier zit mijn navel en hij valt echt net een beetje onder. Maar ja, hij zit echt heel erg lekker. Ik weet niet of je het een beetje kan zien op beeld. Maar ja, echt een heerlijke broek. De lengte is ook perfect. Het zit gewoon echt heel lekker. Dat verwacht je gewoon niet met een leren broek. Misschien dat je het zo nog wat beter kan zien. Maar ja, helemaal leuk. Niet met deze top zo gecombineerd, maar met een leuke witte blouse of zo vind ik het echt een hele chille broek. Dit kleurtje is toch helemaal het. Ik vind deze zo mooi. Ik heb dit topje besteld. Het is een linnen topje in een koraalroze kleur. Het is toch prachtig als je gewoon een beetje gekleurd bent voor vakantie. Ja, dit moet je eigenlijk ook even aanzien. Dit is het topje van die vleermuismouwtjes en de achterkant is dus open. En dan met zo'n strik. Ik vind het echt prachtig voor op een beige broek of zo. Of op juist zo'n wijde pantalon. Een witte pantalon is denk ik ook heel erg mooi. Ik zag het gewoon helemaal voor me en ik ben gewoon gek op linnen. Ik vind dat gewoon zo mooi en fijn stofje ook voor in de zomer. Dus deze heb ik besteld in een maatje 36 en ik vind dit echt helemaal een prachtige top. Deze top die kost €39,95. Dan de top. Ik vind de top echt prachtig. Ik ben echt helemaal verliefd. Alleen wederom even een andere BH onderaan doen. Want ik heb er nu een zwarte onderaan en dat zie je wel. Dus ik zou gewoon een huidskleurige onderaan doen. Of geen BH, gewoon boobtape. Ik denk dat ik dat zou doen. Want de achterkant is ook echt prachtig. Dit is toch mooi met een pantalon of zo eronder. Ik vind het echt een hele mooie top. Ik ben echt verliefd. Het kleurtje straks als je lekker bruin bent. Dan gaan we door naar het ene laatste item vanuit deze shoplog. En dat is deze broek. Hey, deze rits is kapot. Tenminste, kijk. Ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb nog niks mee gedaan. Hier ziet het er ook niet helemaal goed meer uit. Ik weet niet wat hiermee is gebeurd. Misschien is deze retour gekomen of zo. Maar I don't know. Ik hoop dat mijn moeder dit kan maken. En anders moet hij even naar de kledingmaker of zo. Maar kijk, dit vind ik wel echt een minpunt. Maar misschien kun je dit ook wel gewoon weer goed maken. Ik heb geen idee. Ik heb daar echt geen verstand van. Ik denk dat je deze wel weer gewoon zo erin kan schuiven. En dan is de rits denk ik wel weer goed. Maar dat dit zeg maar een beetje los aan het raken is. Het is dat het aan de binnenkant is. En dan als hij dicht is dan zie je het niet. Maar wel jammer. Maar in ieder geval de broek zelf. Ik hoop dat ik dat dan kan maken, die rits. Maar de broek zelf ziet er wel verder prima uit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik wilde namelijk gewoon even een nieuwe spijkerbroek met deze wassing. Ik vind dit zo'n kleur, lichte kleur. Bleh. Echt, ik kom zo niet uit mijn woorden. Lichtkleurige wassing vind ik echt prachtig. En ja, dit is gewoon zo basic wat iedereen denk ik wel heeft. Met gaten in de knieën. Helemaal leuk broekje. Deze broek is €24,95 en hij is dus wide leg. Dus wat wijdere pijpen. Ik vind het echt een hele mooie wassing, een hele mooie broek. Maar minpuntje van de rits die kapot is. Maar wellicht dat ik het zelf nog even in elkaar kan schuiven. Dan de broek en de rits. Die was letterlijk, hadden we net gemaakt. Die hadden we weer terug ingestopt. Hij deed weer en ik doe hem aan en rats, hij is weer open. Hij is weer kapot. Dus ja, deze rits is echt niet goed. Dus ik ga naar de kleding maken en ik ga er een nieuwe rits in laten zetten. Dus dit ziet er heel raar uit. Maar als dat dus is gemaakt, zit hij verder echt heerlijk. Ik ben echt heel blij mee. Hij sluit op zich wel goed aan. En ja, de fit zelf vind ik ook heel erg mooi. Ook met die gaten hier zo bij de knieën. Alleen die rits, ja, het is echt een verschrikkelijke rits. Hij gaat de hele tijd los. Misschien is dat alleen bij deze, geen idee. Maar de wassing en zo van deze broek vind ik ook echt prachtig. Ik kom alweer aan bij het allerlaatste item van deze. Dat is een auto. Nou, toch maar even mijn raam dicht gedaan. Het allerlaatste item van deze shoplog. Raad de kleur. Weer een beetje dat... Nou, dit is eigenlijk wel echt kaki groen. Maar ja, ik vind het helemaal mooi. Ook weer linnen. Uiteraard, uiteraard. Maar dit is een prachtige jurk. Echt, ik vond deze zo mooi. Gewoon van de Naked eigen merk. Kaki kleur. Maat 36. Je hebt er dan ook nog van die touwtjes bij. En dan kun je dat gewoon... touwtjes, centuur. Waar is die onder? Hier. Nou, en dan kun je dat gewoon zo leuk knopen. Ik zag het helemaal voor me. Misschien dat je de bovenkant nog een beetje open kan doen. Leuk kanten braletten onder of zo. Ik weet niet. Ik moet dat nog even zien met de aanbeelden hoe ik dat ga stylen. Maar ik vind het in ieder geval een prachtige jurk. Dus dat is het laatste item vanuit deze shoplog. Nou, en deze jurk is €54,95. Dan het laatste jurkje. En ik vind het echt een beetje tegenvallen. Echt super jammer. Nou ja, op zich kan dit natuurlijk wel wat leuker doen en wat minder hoog. Dat vind ik zelf dan wat leuker, maar kijk even hoe kort. Zeg maar, als ik nu beweeg, dan zie je alles. Achterkant valt dan nog wel mee of zo, maar ik weet niet, hier zit geen knopen meer. Ja. Nee. Oh, echt jammer, want normaal hou ik er ook wel van om dit dan zeg maar een beetje zo op te poffen. Nou ja, dat moet je dan al helemaal niet doen. Dus dan moet je het of gewoon als een... zo draag en dan met bijvoorbeeld een leren legging eronder. Maar dat is niet helemaal de intentie hoe ik het voor ogen had, zeg maar. Ik dacht echt leuk jurkje. Maar daarvoor is het gewoon echt te kort of zo. Met die split hier. Echt super jammer. Ja, of je moet het gewoon als blouseje gaan dragen en dan... nou ja, met de spijkerbroek. Maar daarvoor is het ook niet, zeg maar. Verder was hij anders wel echt leuk geweest als hij wat langer was. En misschien hier wat... ja, die split niet had, zeg maar. Dat waren alweer de items uit deze Naked Shoplog. Vergeet dus deze kortingscode niet voor korting. Ik zet het ook nog in de beschrijving neer. En ook de items zou ik daar even linken. Jullie hebben met de aanbeelden kunnen zien hoe het staat. Ik hoop dus dat het past allemaal. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie tot de volgende video weer. Doei doei!